Mijn naam is Vanessa Heres. Ik ben een senior HR manager van Thermo Fisher Scientific en we zijn hier op de Thermo Fisher locatie in Bleiswijk. In Bleiswijk is het Europees distributiecentrum van Thermo Fisher Scientific. Hoe ben ik bij Thermo Fisher terechtgekomen? Nou, ik ben ongeveer 2 jaar geleden bij Thermo Fisher terechtgekomen. Ik was zelf op zoek naar een nieuwe uitdaging. Een nieuwe uitdaging in een internationale omgeving. Via LinkedIn ben ik op een vacature gekomen van Thermo Fisher. Ik heb toen ook gekeken op de website van Thermo Fisher en ik werd toen eigenlijk meteen enthousiast. En dat is de reden waarom ik heb gesolliciteerd op de vacature van Senior HR Manager. Op de locatie in Bleiswijk zijn wij het Europees distributiecentrum en wij verzenden en we verpakken en we verschepen onze producten. Ons basisproces is pick, pack en ship. Dat is een logistiek proces waarmee we onze producten van antilichamen tot grote biomedische apparatuur en instrumenten versturen naar onze klanten. En dat doen wij gemiddeld met zo'n orders van 5.000 per dag. En we verschepen het naar de hele wereld. Nou, hoe ziet mijn dag eruit? Normaal gesproken, wat ik doe op een dag is, ik werk bij HR en ik ben verantwoordelijk voor 4 locaties in Nederland. En op een dag als ik naar een locatie ga, dan kan het zijn dat ik een gesprek heb met een manager over zijn of haar team. Het kan zijn dat ik bezig ben met een project. Wat ik het allerleukste vind aan het werken bij Thermo Fisher is dat ik in mijn rol mag werken met mensen van verschillende culturen, met een diversiteit aan mensen. En dat vind ik zelf heel erg leuk, want ik ben van mening dat je van iedere cultuur kunt leren. En ik vind het heel erg interessant om verschillende mensen te ontmoeten die verschillende ambities hebben en verschillende talenten kunnen laten zien binnen onze organisatie. Wat ik belangrijk vind voor het werken bij Thermo Fisher is dat mijn werk en privé wel in balans zijn. Ik haal heel veel energie uit Zumba. Af en toe mag ik op de sportschool op het podium een eigen nummer doen voor de groep. En daarnaast dans ik ook zelf heel veel Zumba online. En doe ik ook aan yoga. Om op deze manier toch wel fit te blijven en vitaal te blijven. Vorig jaar hebben we met een aantal collega's meegedaan aan een tafeltennistoernooi. Wat ontzettend leuk was en waar we ook met collega's samen hebben geconnect om samen te sporten. En ik vind de sporten heel erg belangrijk. Ik heb ook personal training, omdat vitaliteit, energie krijgen en sporten zijn een heel belangrijk onderdeel in mijn leven. Het advies wat ik zou geven aan iemand die net bij het team komt is: wees nieuwsgierig en wees leergierig. Maar stel vooral veel vragen. We zijn een mooie grote organisatie, maar we zijn complex. En door veel vragen te stellen, kom je sneller achter wat voor mooie organisatie wij zijn. Want als je kijkt naar onze missie, om ervoor te zorgen dat onze klanten de wereld gezonder, schoner en veiliger maken, dat is een missie waar ik me erg mee verbonden voel. De mooie missie van Thermo Fisher en de waarde die wij toevoegen voor onze klanten. Waarbij wij een toegevoegde waarde leveren om de producten op tijd te verzenden. Dat vind ik een mooi iets waar wij dat toe doen in de maatschappij. Dus als datgene je aanspreekt, wat ik je vandaag heb verteld over een dag in mijn leven bij Thermo Fisher, dan stuur je cv, kijk op onze carrière site en kom bij ons werken, want we zijn een hele mooie organisatie.